Yo, mensen, hier ben ik weer een nieuwe video van mij waar ik gewoon. Oké, ik kan niet praten. ik ben terug met een GTA race met Harjot. Hallo. En Harjot, die jongen, heeft gewoon 1 miljoen abonnees. Nee, 100 abonnees. Gewoon even gehaald. Ja, waarom niet? En ja, dus als je nog niet op hem geabonneerd bent, ga dat niet doen. Ik wil eerder 100. Maar ik heb nog geen 100 en hij wil. Oké, maar ik ben klaar eigenlijk. Continue. Waar is Cutthroat eigenlijk? Oeh, ja. Oeh, we hebben een GTA-dingen, dus we kunnen op elkaar schieten. Gaat wel leuk worden, het is 1v1. Ik start vooraan, we hebben allebei de Krieger, denk ik. Nee, ik heb de Emerus Project gepakt, de custom. Ah. Oeh, dit is lang geleden. Oké, ik ben direct weg. Zo. Oeh, dit is lang geleden dat ik nog heb geraced in GTA. Maar ik wou dus nog even tegen jullie zeggen, mensen thuis, dat ik een tweede account heb. En dat is in het Engels, dus als je Engels kunt, dan ga je Oei. naar dat account en ga je daarop abonneren. Ik heb het op dit moment 2 maanden, het account. En het heet Wet, staat in de Beschrijving. description, in de beschrijving, ja. Ik kan geen Nederlands meer. Ik maak daar bijna elke dag een video. En ja, het is toch wel leuk om te doen. Ik hoop dat jullie allemaal erop gaan abonneren. Want ik heb nu in 2 maanden 7 abonnees. En wij willen natuurlijk met dat account de 100 halen. En daarna de 1000. En daarna de 100.000. En haar shot is eraf. Ik ga winnen. Haha. Als ik win, moet iedereen op mij abonneren. Als ik verlies, moet de helft van iedereen op mij abonneren. Maar dus met Warcrow heb ik dus bijna 100 abonnees. Hierop wil ik natuurlijk ook 100 abonnees. Maar als ik op Wet, dus mijn tweede account, als ik daarop 100, oh godverdomme, 50 abonnees haal binnen de maand. Dus in 1 maand 50 abonnees, dat is heel moeilijk. Maar als ik dat behaal, dan maak ik elke dag op Warcrow een video de volgende maand. Dus als ik van nu, deze dag, het is vandaag 3 mei. Als ik vanaf vandaag 3 mei tot 3 juni 50 abonnees heb op Wet. Dan maak ik van 3 juni tot 3 juli elke dag een video op Warracro. En dus ook op Wet waarschijnlijk. Als school dan nog niet start. Wajo. Maar dit is echt een leuke race hoor. Oh, ik ben hier echt al een paar keer gekruist. Mijn auto Ik heeft geen eigenlijk nog gif op niet. Ik ben hier de hele tijd aan het praten, maar ik kan goed racen en praten tegelijkertijd. Ik ben gewoon een vrouw. Ik ben gewoon een multitasker. Oh joh, wat is dit? Wow, dit is lastig. Ben Nee, nog niet oh, gekregen. nee! Oké, ik ben er nog op. Jee. Ik ga dit hard winnen. Dus als ik dit win, gaat iedereen hier naar de beschrijving. En gaat iedereen op. Die link klikken die naast Wet staat. En ik ging er bijna af. Oh. En dan gaat iedereen daarop abonneren. Hè? Ik sta 30 seconden achter u. Haha. Dan kan ik dus een paar keer crashen. Nou ja. Oh god, ik vind looping echt kak. Oh, dit was oké. Okay. Het gaat De goed. fallride vind ik ook wel echt goed. Ik denk dat we terug. Ja, ik ben terug bij de start. Dus. Ik ga nu Oh ja. beginnen aan ronde 2. Jee. Ik ben nog niet gecrashed. Oké, ik ga binnen. Zou ik u lappen kunnen lappen? Waarschijnlijk niet, man. Dit Ah, het was zal drie moeilijk zijn. minuten en half ongeveer dat ik erover heb gedaan. Dus dan zou jij
drie minuten en een half moeten achterzitten. Dus ja, nee, dat gaat niet werken. Ik zit 36 seconden achter. Meer dan genoeg. Ik ben weer gevallen in het water. Maar joh, maar ik ga hier goed, hè. Is dat zo een vloek of zo? Als ik lang, maar echt gewoon lang, echt volgens mij 5 maanden, niet meer race, dan kan ik gewoon ineens terug racen. Normaal kon ik nooit racen. Maar het is heel anders zo'n 1v1 dan zo tegen echt andere mensen. Want andere mensen zijn wel goed. Ja, ja. Echt kapot slecht in race. Ik heb nog nooit zelfs er een gewonnen, denk ik. Of ja, misschien wel met vrienden, maar gewoon echt. Ja, maar ik heb ook, ik heb denk ik ook echt maar 5 keer races gewonnen tegen andere mensen. Wow, joh, dat was een crash. Pretty hard. Maar ik heb natuurlijk de Krieger mensen. Dat is een van de snelste auto's in deze game. En Harshot heeft een andere auto. Ik weet niet of dat die ook snel is, maar. Dat is de Emerus. Die is. Ja, die is ook vrij snel. Maar dit was volgens mij een van de duurste auto's ook. Maar ik heb deze gewonnen met het casino. En daar ben ik natuurlijk nog altijd heel blij mee. Ja, ik weet niet. Wat kan ik nog zeggen? Ik kan nog zeggen dat ik een hond heb. En mijn hond is nu 5 jaar, denk ik. En hij wordt 6 jaar, denk ik. Dus het is kapot oud. Het is gewoon zo'n oude rakker. Het is een dekkel. Zo'n kut klein worsthondje. Zo'n hond dat je overal tussen hotdogs ziet, zeg maar. Maar hij is bruin natuurlijk. Kakbruin. En ondertussen ben ik hier deze race aan het winnen. Terwijl mijn hond hier achter mij zit, denk ik. Ik weet niet. Ik kan niet kijken, want dan ga ik crashen. Ik zit al 1 minuut achter je bijna. Wajo! Ik zit hier echt alleen maar aan het botsen. Dit ding heeft amper grip, ja. Ja, dit ding heeft ook echt niet goede grip. Maar dat is ook omdat dit echt hard optrekt. Maar echt abnormaal hard. Als je hiermee crasht in het zand, dan raak je daar niet meer uit. Behalve als je 20 minuten rustig optrekt. 20 minuten? Ja, echt. Oké, okay, welke auto dat je hiervoor moet gebruiken, maar niet de Emerus? Ja, deze gaat eigenlijk best wel goed, maar dat is natuurlijk omdat ik gewoon een dikke pro ben, dus ik ging helemaal scheef, ik was er bijna van af! Oh, dat was even spannend. Zijn je al gecrashed ofzo, of niet? Ik zie nu de finish voor mij. Oh nee, ik crash bijna. Wajo, ik zie water. Yay, ik ben gefinished. DNF counter. En trouwens, ja, Perry zit hier. Hey Perry. Perry? Oké, Perry reageert niet. Perry is aan het slapen. Oh, zit je daar pas, wajo. Ja, dit wordt een DNF, denk ik. Ja. Yay, DNF. Hey, maar dit was maar 7 minuten 25. Ja, nog niet die 10 minuten. Nee, nog niet 10 minuten. We moeten nog een race spelen, maar dan is het weer zo lang, hè. En ik heb geen zin om te knippen. Dus we gaan gewoon de dikke 15 minuten hiervan maken. Iedereen houdt van 15 minuten video. Ik hou het meest van 20 minuten video's. Omdat dat is zo... Je zit daar even aan, maar je zit daar niet te lang aan. Oeh, hier, ga dood. Haha. Ja. Best wel cool. Oké, gaan we open wheel doen? Nee, ik weet niet. Jij mocht kiezen, uw video. Ik heb nog niet veel met open wheel gereden, dus ja. Ik heb 1 keer gereden en het was dramatisch. Ja, maar mensen in open wheel, blijkbaar... Ja, het is en blijft GTA, maar blijkbaar zijn mensen in open wheel altijd zo omdraaien, mensen kutten en zo. En niemand wil echt F1 rijden. En wij gaan wel proberen F1 te rijden. Ik krijg wacht, geen non-content, gewoon standaard. Number of laps, oei, hoe lang is dat? 2.21 mijl, dus je kunt wel 2 à 3 laps doen. Ja, hij begint bij 5. Nou, dus 15, 15, 20 of 25. Ja, die guy gaat mij kicken, hè. Wij willen geen
Waarom Hey! Deze Titi, waarom joint iedereen? Stop met joinen! Hoe joh? What the fuck? Ineens, wat? Wat? Waar komt het iedereen vandaan? Ik wil geen custom vehicles, want ik heb die niet. Ik ook niet. Gaan we die allemaal kicken? Ja, hè? Nou, waarom niet? Oké, view joint players. Hier, mensen, zie je hoe je heel veel mensen kikt. Kan ik zo... Nee, ja, nee, maar dat doet helemaal raar hier. Zo, Titi gaat gekikt worden. Dag, Titi. En kill Hugo. Hugo gaat ook weg. Claudie Soors gaat ook weg. Walter gaat ook weg. Dan, maar potverdomme. Die heeft gewoon de sessie gelaunched. Ik wou dat wel niet, hè. Maar nu zit Walter er nog in. Ik wil Walter niet. Walter Seifert. Nee, Walter left staat er. Ah, wat? Bij mij staat dat niet. Oké, welke is eigenlijk de snelste? De R88 of de PR? Ik vind ik vind de PR4 echt er beter uitzien. Ja, ja joh, die ziet er ook wel sneller uit. Ik ga sowieso rood doen. Team Lizard. Nee, douche racing. Ik ben een douchebag, dus douche racing. Oei, ik moet nog tires kiezen. Medium. Nee, ik heb soft. Ja, goed. Ik heb medium. Maar super soft zijn wel de snelste, dacht ik. Ja, daar heb je meer... wegligging op, maar... Dan moet je meer pitten, normaal. Ja. Dat is waar. Want hierop moet je echt pitten en zo. Dus dit is echt wel nice. Het is wel maar realistisch. Er zijn te veel mensen. Ik wil geen mensen. Er zijn echt paar scherpbochten. Oké, ik ken deze map niet. Waarom begint iedereen zo snel? Ja, oké, dit betekent dus mensen dat wij gaan verliezen. Oh. Ik ben direct gebukt. Ik heb iemand kapot hard gebeugd. Wacht jij van voor in die voorste groep? Maar ik ga gewoon mensen kutten. Ik ga gewoon geen F1 doen. Ik ga gewoon mensen kutten. Ik ben zo een blauwe rakker. Ik ben een rode makker. Met douchebag. Ik ben een douchebag rode makker. Ik kan echt niet... Het remmen is zo snel. Je remt zo hard. Dat is een echte F1 niche. Ja, ja, dat is wel waar. Maar het is wel leuk. Gewoon vergeten. Oh, die guy is gecrashed! Ja, ik sta eerste! Ik ga winnen! Oh, wacht. Oh, ik ben tegen die gecrashed guy aangereden. Ik sta vierde van de aard. Oh, ik wou hem zo hard van achter pakken. Ik ben de tweede. Oh, iemand is uit de bocht hier gevlogen. Iedereen vliegt hier uit de bocht. Oh, maar ik heb... Oh, die guy heeft gecrashed. Ik sta weer eerste. Oh, maar dit remmen is zo hard, man. Ik sta veel te hard, man. Hey, maar ik bug die guy. Die guy gaat sowieso mij terugpakken. Oh, oh, oh. Maar ik ben gewoon te snel voor hem. Too fast. Ah, ik ben weer eens. Okay, ik heb lowest tire grip is nog goed, vertical health is nog goed. Ik zit op lap 2 van de 5. Dus ik zit nog altijd van voor, dus is het helemaal goed hier. Mijn grip is al. Maar blijkbaar moet je ook echt stil gaan staan voor dit pitten. Je kunt niet doorrijden ofzo, je moet echt stilstaan. Ik heb dit echt nog nooit gespeeld, dus... Maar ik sta wel al direct eerst, hè. Ik vind die autootjes wel leuk. Het is zo, als je... Ik heb F1 2017 of zo. En daarop is het zo anders. Dat is zo veel realistischer. Dat is gewoon kut. Ja. Want je moet precies op het goede moment remmen. Je kunt niet altijd hoogste snelheid aanhouden. En hier is het gewoon, je trapt die gas in, je trapt die rem. Je ziet wel. Je wordt gebeukt, je wordt niet gebeukt. Maakt allemaal niet uit. Ja, ik heb F21. Hier is gewoon niet meer realistisch. Ja. Oh, fuck, ik ging tegen de muur, maar die guy voor mij denk ik ook. Wat joh, die guy voor mij is snel.
Ik sta hier even ineens tweede en ineens die man die vliegt gewoon. En dit is dat zo dat I-bochtje. Er zijn veel scherpe bochten hier, kan ik doen. Ja, maar ik vind het wel leuk zo. Want je moet het op je bochtenwerk hebben en ik ben een goede bochtenwerkerman. Allee ja. Ik niet bepaald. Maar ik heb er gewoon echt last mee dat er gewoon zo'n harde rem is. Maar die guy voor mij is echt way there. Die is echt ver. Ja, echte guy die gewoon puur heeft draaien. Oh, ik lig uit de bocht. Oké, toch niet. Ik heb echt geen grip meer, man. Ik heb nog grip eigenlijk. Ik denk dat ik maar één keer... Misschien moet ik zelfs niet eens spitten. Ik heb echt nog 80% grip of zo. Ik heb zojuist die U-bocht ook genomen. Niet pas. Maar die man voor mij, die is echt gewoon al een hele bocht voor, man. Ik ga sowieso tweede worden, wajo, die guy. Ik moest hem beuken. Ik moet hem eigenlijk echt gewoon beuken. Ik denk dat ik hem kan beuken. Ik ben geen douchebag meer, want ik sta niet eerste meer. Oh, maar er is al iemand achter mij, hè? Welke Kawasaki is er hier achter mij? Nightwave. Nightwave valt dood. En Luc mag ook doodvallen, maar die is voor mij. Dus daar, die kan ik niet laten doodvallen. Maar die guy achter mij, die is echt gewoon aan het kak doen, hè? Oh, man! Maar die beukt mij van de baan, man! Oh man, die zijn hier tegen elkaar gecrashed, man! Oh man! Oh, maar ik zou wel nog altijd de derde. Oh, dat was de laatste. Fuck. Ik heb wel iemand gelapt. Op zich. Oh joh, ik crash weer. Ik zou derde, hè? Klootzakske. Ik hoop dat die kapot hard moeten pitten of zo. Oh ja, die guy voor mij gaat pitten. Yes! Yes! Ik sta weer tweede. Denk ik. Ik moet pitten. Oh, ja, nu sta ik tweede. Ouch. Oké, ik sta tweede. Ik heb nog decent grip. Ik denk 65% of zo. Maar moet zeker nog lukken. Ik zit tweede. We zijn 5 minuten bezig, man. Mijn grip staat in het rood. Oei, dat is niet goed. Ja, echt niet. Oh, ik merk het ook echt. Ik kan die U-bocht niet heftig weer nemen. Maar ik heb echt nog geen last van dit. Van de grip en zo. En die guy achter mij is volgens mij is die ergens in een hoekje gaan wenen omdat ik hem zo hard heb gebeukt. Ik heb die echt volledig laten draaien. Ik heb die echt kapot aan. Mama. Ik snap hem wel. Oh nee, ik ga in de muur. Oh, ik leef nog. Ik leef nog. Ik heb wel een beetje held eraf gedaan, maar dat is allemaal... Oké. Ja. Oh, dat pitten gaat snel, man. Ja, blijkbaar, want die guy voor mij die was ook echt kapot snel eruit. Oh, dit voelt goed, man. Oké, de U-bocht is gelukt. En ik sta nog altijd tweede. Die guy voor mij kan ik wel al niet meer zien. Maar ik weet niet of ik dichterbij kom of verder weg. Ik sta nu 15 seconden achter. Ik kan hem zien. Ik ga even pitten. Allee, ik weet niet of dat snel gaat, maar ik ga gewoon... Ja, dat gaat echt snel. Duurt misschien 2 of 3 seconden maximaal. Oké, ik ben niet blijven stilstaan, ik ben gewoon doorgegaan. Echt? Ja. Ik ben niet gepit, maar ik wou gewoon zien hoe dat werkte. Want ik had eigenlijk geen pit nodig. Ja. Maar ik heb wel weer afstand met die guy. Ik heb nu alweer 18 seconden. En die guy achter mij zit 17 seconden achter mij. Oh! Oh nee, dat was een andere guy. Dat was weer een laatste. Ik denk altijd dat ik die eerste guy inhaal omdat die crash. Maar het is altijd iemand anders. Schetsen. Ja. Ik sta een voorlaatste. Ik sta tweede nog altijd. Wajo. Oh, ik ben pro ineens. Oké, zou ik... Zit hier eigenlijk een handrem op dit? Want ik wil handrem bochten. Ja, ik ben gelept. Bent jij gelept? Ja, nee. Dat is wacht, ik ga die Lucan gewoon beuken. Ja, probeer die guy te beuken, want ik zit eerst. Ik ben tweede. Oh, die is al finished, wajo. Ja, ik dan nu ook waarschijnlijk. Goed gedaan, Luc! Lucky.
En ik ga als tweede eindigen, want hier is de finish. En ik heb niet moeten lappen, maar ik heb wel tijd voordaan met erin te gaan. Dus ik ben tweede. Ja, ja, mensen. Ja, ik bedoel, anders was ik eerste geweest. Tegen Harshot ben ik gewonnen. Dus ik vind dat jullie allemaal naar mijn account moeten gaan en moeten abonneren. Toch, Harshot? Ja, sowieso. En Arjot gaat ook reclame maken voor mijn twee accounts natuurlijk, want hij heeft 100 abonnees natuurlijk, toch? Sowieso. Hier, Peter. Oh, dit is pas een echte vriend, hè, mensen. Als je een vriend nodig hebt, Arjot is een echte. Maar je gaat hem niet van mij afpakken, want dan ga ik je slagen. Kom aan, Arjot. Je staat maar voor laatste. Maar... Je hebt nog 5 seconden. Ja... Kan het? Ja, je bent gefinished! Nee, hey. Net niet! Net niet, Arjot. Bijna! Maar ik ben tweede geworden. Daaruit ben ik eerste geworden. Ik vind dat natuurlijk allemaal heel leuk. Ik wil deze man gewoon niet zien. Ja, wat zeg jij, scheidzak, man? Stop met klappen! Stop ermee! Westeraar! Yay, ik ben tweede met de PR4. Die laatste guy had de R88. Och, garm. Die heeft ook een duimpje naar beneden. Maar nee, ik ga niet. Ik ga gewoon niet. Dank jullie allemaal voor het kijken. Hopelijk vonden jullie het leuk. Abonneer natuurlijk allemaal op mijn tweede account. Als je Engels kunt natuurlijk. Als je geen Engels kunt, kun je daar natuurlijk niet naar kijken. Want jullie zijn dan gewoon noobs. Maar ja. Yo, yo, yo. Yo, 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 yo.